een fantasiefoto maken. Wat stekels die aan mijn hoofd komen. Ja, als je de fotocamera naar beneden richt, dan wordt de grond jouw achtergrond. Dat betekent dat je daarop van alles kan neerleggen en creëren, waardoor het lijkt alsof het een soort vreemde omgeving is waarin je ligt. Je kunt stoffen pakken en speelgoed. Je kunt ook stoepkrijt gebruiken en op de stoep gaan liggen. Op zo'n manier dat je bijvoorbeeld aan het vliegen bent. Kijk maar eens wat je allemaal kan verzinnen. Ik lig hier gewoon op de grond. Dit, koffer, allemaal leuke spullen. Gaan we eens even kijken wat er nog van leuke spullen in liggen. We gaan een regenboog als achtergrond maken. Ga eens eventjes kijken of er doeken zijn waarmee je een regenboog kan maken op de grond. Ah ja. En dan gaan we daarna ook kijken of we hier nog mooie kleren uit kunnen halen. Ja! Met een blauwe lucht als achtergrond. Kijk, wat gaat Casper? Een zonnetje maken. Oh ja. En groen gras als de bodem. Dus we hebben al gras en zon. Wat is uit de tas? Kijk wat je allemaal hebt. Nog meer uit de tas halen. Ja, dan is het een troepje. We hebben veel verschillende kleuren stoffen nodig. En die moeten we op de goede volgorde neerleggen. Donkerrode kreeften. Maak de foto van bovenaf. Je hebt een trap nodig. Of een hoge stoel. Iemand moet je wel vasthouden, want je moet er natuurlijk niet afvallen. En dan moeten we gaan bedenken welke rol we erin gaan spelen. Het leukste is als het heel onwerkelijk is. Bijvoorbeeld vliegen. Grappig, moet je kijken. Kijk eens wat voor verschillende stoffen je in huis kan vinden. Een mooie deken of een sprei. Misschien heb je ook leuke verkleedkleren die je kan gebruiken. Of speelgoed. Zoek van alles wat in jouw droomwereld past. En leg dat neer op een plek waar je een beetje de ruimte hebt. En kijk van bovenaf hoe het eruit ziet. En kijk dan ook goed hoe de ander moet gaan liggen. Wat een spullen, hè? Na afloop wel alles opruimen, hè? Veel plezier!